Hey, Henry de Pimry! Hey, Donnetje! Lekker man, hoe goed voelt die? Die is echt heerlijk, bro. Hoe hard komt je vriendin nu gewoon de trap op stampen en geeft ze je gewoon een beuk? Ze heeft me al fucking hoe hard gehoekt. No problem. Hey, je kan een conflict of zo. Enter conflict by selecting the conflict tab in de mega map. Ja, Mark, als jij een conflict wil, weet je, dan kan je ook gewoon bij mij wezen, hè? Hey, fuck jou, Henk. Ik heb nog wel een appeltje met jou te schillen, Peter. Weet je, van die laatste keer, hè? Kwam jij aan, hè? Zeg jij, je moet 50 euro's betalen. Ik moest helemaal geen 50 euro's betalen, hè? Nee, maar Henk, luister even, gast, luister. Ik bedoel de appeltjeschil, ik heb nog een paar Granny Smiths op voorraad, man. Nee, nou moet je niet zo doen, hè? Want jij, hè? Jij zit mij nu gewoon te beleven. Nee, je zit me nu te beleven. Jij moet je bek houden, man. Ja, moet je. Hoe hard moet je nu denken aan fucking Jan aan de telefoon? Ja. Ja, nee, wat nou nee? Ja. Hé, hey, met Jantje. Zo zit het in elkaar. Nee, ja. Wat nou nee? Hey. Ja, nee, wat nou nee? Ja, wat nou nee? Oh, fucking Jan, ouwe. Holy shit! What the fuck doen we hier? What the fuck? Ik ben ook gewoon in één keer neergeschoten. What the fuck? Jij ook. What the fuck? Morox, dit waren fucking hoge levelde guys, denk ik. Maar waarom zijn we hier? Sorry chat, I had to shoot the dog, man. Voordat ik rabies heb. Rabies? Yeah. Rabies. Rabies. Is het rabies? Rabies, ja. Rabbies. Oh, rabbies. Dat zijn die gelovige van, guys. Ja. Sorry, Mark. Damn it. A dog has the rabbies. Ja, man. Jij wel. Staat letterlijk een guy hierboven en ik zag hem niet. Stop! Morok. Ik wil maar één ding van je, is dat je dat gewoon nooit meer in je leven doet. Waarom? Waarom word je daar zo psychologisch van? Nou, het klinkt gewoon niet lekker. Het is ook al, het is niet smerig, maar het is gewoon... Het is niet lekker voor mijn oorschelpen. Oh. Ah, van de zijkant, help. Ja, got him. Oké, I'm wak, I'm almost dead. Shit! Hij schiet, Ja, grenade shit. Daarom moeten we hem ook even snel neerhalen. He's dead. Dat is dan echt weer zo'n verrassing, weet je. Het gaat de hele tijd makkelijk en opeens komt de guy die verneukt gewoon alles voor je. Wees geen bitch, we gaan Dark Zone. Emre wil eigenlijk al vanaf level 1 dat hij net zijn karakter heeft gemaakt, gewoon gelijk Dark Zone. Bro, Dark Zone is gewoon, PvP is de shit. Ja, oh, nee, maar niet, sowieso, alleen jij... Ga niet alleen maar tegen... Nee, maar Mark, weet je wat er dan gebeurt? Je wordt gelijk van de eerste 10 minuten word je gekeerd omdat je nog helemaal niks hebt. Ja, perfect. Ben je helemaal volgeblaft. Ja, daar hou ik niet van. Daar moet je van houden. Don heeft hier een lange hark van de karwei, maar ik heb zo'n kleine handhark. Zo'n handhark? Wat? Voor zo'n bonsaiboompje? Don, sinds dat je zei dat je door mijn kanaal liep door een vuilnisbelt, haat ik je. Ik ga even een keertje mijn drone gebruiken. Oh, ik heb het verneukt. Goed zo. Pas op dat je niet bij Roy langs vliegt. Bro, Kapsalon, Sticky met Baasje Saus is echt de shit. Ja, man. Nee, die hadden wij toen in Londen. Dat was echt super chill. Emre, die kan natuurlijk een beetje Turks praten. Dus die was gewoon een beetje met die guy aan het communiceren. En die zei van, ja, weet je, dan moet je het even met deze guy of met deze saus proberen. Even kijken wat je ervan vindt. Ik heb nog nooit zo'n lekkere Kapsalon gegeten. Maar is het een beetje chili dan, of wat? Nou, het is een beetje zoetig, zou ik zeggen. Oké. Ja, het lijkt wel een beetje op chili, maar dan die. Ken je die Piccadilly saus of zo? Voor frietjes. Daar lijkt het een beetje op. Ja, je hebt wel samba saus. Dat is ook een beetje sweet chili met. Maar dan dikker, zeg maar. Niet echt op zich. Bro, volgende keer als je Kapsalon eet.
En je probeert... Ik zeg je één ding. Het punt is... Dat die saus zo chill is, dat je het gewoon aan iedereen wil aan... Yep, en die vibe waar. Krijg ik wel een beetje, maar ik kan die saus geen eens uitspreken, man. Bro, Zikimin? Zikmin? Bashi saus. Maji. Bashi. Bashi. Zikmin Bashi. Ja. Oké. Zikmin Bashi. Saus, wel saus. Ja, dan ben je de Zikmin Bashi. Zit die gastje aan te staven, what the fuck? Nee, saus. Stop met op het kouwen van je wang, Morok! Hoorden jullie dat? Waarom kou je wang? Ik hoorde het. Zo! Bro, hij snapt niet. Hoezo is het goor? Hij snapt gewoon niet dat ik daarmee me op binnen kan krabben. Waarom kou je op je wang? Jongens, ja? Kapsalon mukbang, wanneer? Ik wil wel editen, dat zegt Arf. Oh, hey Arf, thanks. Perfect. Oh. Kijk, dan is het goed. Dan is het goed. Arf is gewoon naar jouw chat gegaan. Dat vind ik wel een beetje vervelend, Arf. Arf die zit sowieso bij mij, weet je. Kijk, want ik heb een band met hem opgebouwd met die jongen. Ik heb gewoon eens even gezeten met hem. Fuck jou, je betaalt hem en daarom is hij je vriend. Oh, hij kwam bij mij. Daar ga ik helemaal geen uitspraak over doen. Ik gaf hem die VIP-rank. Ik liet zijn oortjes ontploffen. Weet je, alles was gelijk leuk. Zo. Kijk, ik geef hem geen VIP-rank. Kijk, ik behandel hem gewoon als een gelijke. Maar dan geven we Arfi dus 4 keer een uur aan footage. En dan kan hij 4 video's ervan maken. Ja. Ja, op een gegeven moment dan heb ik wel gewoon geen track meer, hè? Ja, ja okay. Kijk. Gewoon even leuk. Zes kapsel. Ja, maar dat is een beetje donder zijn details, kom op. Ja, maar ik moet... Kijk, weet je hoe lastig het is als Mukbang kanaal om vooruit te werken? Ouwe, er was toch nog zo'n heel controversie over van die mensen die super dik zijn geworden. En dat ze dachten van, ja, kut. Beleven. Ja, of echt zo van, ja, ik ben helemaal niet tevreden over mijn gewicht. Volgende video, ja. 20.000 calorieën, mukbang. Ja, precies. Ja, heerlijk. Dat was zo'n joch die in één keer heel dik werd. Ja. Hij zei net van, oh, ik ben zo fucking dik. Hier, spaghetti. Ja. 3, 2, 1, nu. Steen. Oh! Ah, fuck jou. I got you. Ik wil proberen dus. Oh! Je bent ook echt. Hou zo lang vast. Totdat ik win, man. Totdat ik win. Hé, ik heb je weer. Ja, fuck off. Oké, 3, 2, 1. Joost, waar sta je zo op? Ik sta gewoon in je hand. Joost, laat me in je hand staan. Ik kan het niet zien, Don. Ik weet niet wat. Hé, kijk deze hand van mij, boy. Ik zie Don's hand niet. Boy. Boy. Oh, ja, maar fuck jou. Je kan gewoon niet dood. Ja, ik deed steenpapier granade. Ah, oké. Maar kan je ook gewoon eens een keer een andere kiezen dan die smerige kleurloze? They see me rolling. Is dat de play? Hidden! Patrol. Dat vond ik niet leuk, Don. Patrol in the train. Don! But I'm the real king. But who? Ja! Je saved hem! But who is the real king now? Oh, wat dan? Hoe heeft dat ding een dubbele klap dan? Is the real king now, boy? Hoe heeft dat een dubbele klap? What the fuck? Ik heb wel zweethanden, verdikken, maar het is ook warm. Ja, ik ook nu al. Godverdomme, we hebben net begonnen met ons allereerste potje. Oh, wat? Hij stopte ermee, what the fuck? Dat was een anticlimax in de max. Oh, Ton. I am the real king. Ja, ik zet even mijn verwarming lager. No! 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 Ik moest gewoon niet gaan. Waarom ging ik ervoor? Yes, I did the thing what I'm supposed to do. Oeh! Oh no! Oh, het beter dat ik hem niet raakte, anders was ik keihard dood. Nee! But that's my real main! My real main is here. What? Gotcha! No! Gotcha! Oh, ik word zo getriestokt. Goodbye, Mr. Link. Hallo Don, ik ben je vriend. Nee, dat ben je niet! Nani Des. Oh, dit is kut! Goodbye! Ik wilde voor de disrespect gaan. Ophouden. What? No way, that's bullshit!
God, een bite. Hoe kan je me fucking... Ik hitte je en hoe kan ik daar nog slapen? Fucking... Let's go chat. Let's go chat. Het spel zit tegen me. Ton, het is tijd om te slapen. Dit is zo bullshit! Goodbye, Mr. Ton. Oh my god.